Elke week een andere job, 40 weken lang. Het is niet evident, maar de roadies hebben het gedaan. Op initiatief van Klasse en Max gingen Hanne en Brecht, die net afgestudeerd zijn, de uitdaging aan. Nu blikken ze terug op hun ervaringen. Ja, ik vond dat gewoon een superzot ervaring. Eigenlijk echt een unieke ervaring. Ik heb elke week van een andere job geproefd en ik heb zoveel geleerd van het jaar en ja, dat pakken ze mij gewoon nooit meer af. Na 40 weken hebben Hanne en Brecht al een beter idee welke jobs ze willen uitoefenen. Ik heb een week tuinarchitect, tuinaannemer geweest en ja, ik vond dat gewoon de max om zo ten eerste buiten te werken, met mijn handen te werken, maar ook zo dat stapje meer, zo dat nadenken over, allee, over die tuin, van waar zetten we welk plantje. En die coach ook, die vertelde met zoveel passie daarover en ik had zoiets van, dat wil ik wel leren. Ik ga nooit ingenieur worden. Die ervaring was heel moeilijk en hard, dus dat gaat nooit mijn job worden. Eigenlijk, iedere jongere zou gewoon ook een job moeten proeven. En dat is zoiets wat dat moet staan. Dus jongeren moeten geïnteresseerd geraken om jobs te testen. Dat is wat dat wij willen meegeven. Maar ook werkgevers moeten in het bedrijf openstellen. Ik vind dat een heel goed idee, omdat wij dat zelf ook in de brief naar de leerlingen hebben gestuurd. Van alsjeblieft, probeer dat eens. En misschien is dat wel een heel ander gevoel dat je daarvan krijgt dan als je zoiets leest op papier en je denkt, oh, dat is mijn droomjob. Dat dat misschien anders kan zijn als je dat echt geprobeerd hebt. Dus het is heel belangrijk om dat eens te gaan proberen. Maar 40, dat hoeft daarom niet. Dat is een beetje overdreven.